Je weet het ooit nooit niet. Jullie zijn er ook dit jaar weer bij. Voor de hoeveelste keer, weet je dat zo? Geen idee, ik zou het echt niet weten. Voor de hoeveelste keer is het voor jou? Voor mij is het de 16e keer, geloof ik. En wat maken jullie dit jaar? Wat is jullie onderwerp? We hebben allemaal poppen, de marionetten. En we hebben zeg maar Popke, zegt de poppendokter. En hij is degene die eigenlijk de marionetten weer heel maakt, zodat ze weer kunnen bewegen, hun dingen kunnen doen. En in het verhaal gaat dan de poppendokter dood, dus dan gaan eigenlijk de marionetten worden ook niet meer levend. Dus eigenlijk gaan alle marionetten dan weer stuk. En dan begint het verhaal weer opnieuw dat de poppendokter weer tot leven komt en zo. Ja, en dan weer de poppen leven, et cetera. Gaan we bij jullie een stukje techniek op de wagen zien? Ja, zeker. Er zullen twee of misschien zelfs meer tandwielen in de wagen geplaatst worden. Die zullen constant ronddraaien. En daarnaast zullen er 10 theaters die op de wagen te zien zijn, van links en rechts rustig heen en weer kantelen om een bewegende element toe te voegen. En daarnaast zijn we ermee bezig om een constant rookgordijn van de bodem van de wagen omhoog te laten bewegen over de hele lengte van de wagen om het steampunk thema wat meer naar buiten te brengen. Mariette, jij zit achter deze prachtige verzameling van poppen. Hoe is die ontstaan? Die heb ik gekregen via mijn werkgever. Ik werk bij de Bijenkorf in Eindhoven. Daar zag ik op een gegeven moment dat er poppen verdwenen. En toen ben ik gaan vragen aan de desbetreffende persoon of ik die zou mogen hebben. Toen hebben ze in het hele filiaal overal poppen voor mij verzameld. Herenpoppen, damespoppen, kinderpoppen. En die heb ik meegekregen. Maar ik zie ook Barbies en folkloristische poppen. Die komen neem ik aan van andere adressen. Ja, zij hebben de mensen bij ons afgegeven. Mensen die ze verzamelden. Mensen die daar niks meer mee deden. Van overal. Echt van de gekste adressen. En liggen jullie een beetje op schema wat betreft de hoeveelheid die jullie nodig hebben? Nee, wij kunnen er nog heel veel gebruiken. Dus als er mensen zijn, dan houden we en die poppen hebben, houden we ons aanbevolen. Een hele jonge bouwer. Hoe actief ben jij gedurende het bouwseizoen? Wat is een van jouw mooiste herinneringen? Want we zijn dan bij de 60ste optocht. Ik heb niet echt bewust in de dag van of die optocht. Met die caravans voor ons, daar vind ik van, ja, daar hadden we echt iets moois en waar we trots op waren. Uiteindelijk zijn we elk jaar trots, maar daar sprongen we wel een beetje uit. En als je dan kijkt naar de afgelopen jaren wat betreft wat wij als wagenbouwers het publiek bieden, zijn daar grote veranderingen en grote ontwikkelingen? Ja, dat denk ik wel. Want als je ziet wat elke wagen het beweegt, het moet wat bewegen, want een statische wagen, dan, ja, dat is niet meer. Het moet allemaal bewegen en verrassend zijn voor het publiek. En ja, elk jaar probeer je weer iets nieuws te maken.